Een heel mooi gebruik is dat je, voordat wij onze kovel aantrekken, dat wij de kovel kussen. Als je een kovel opensnijdt, dan is het patroon een kruis. Dus we zijn bekleed met het kruis. Maar het is ook menselijk. Heel mooi vind ik. Als wij allemaal voor God staan en iemand bekijkt ons van achter, dan zie je eigenlijk geen onderscheid. Voor God staan wij allemaal als gelijken. Voor mij was de reden om in te treden dat ik mens wilde worden. God spreekt een woord in jou, een scheppingswoord in jou. En hoe kan dat woord tot klinken komen? Als God zelf ook gekozen heeft om mens te worden, dan moeten wij niet willen doen alsof we puur geestelijke wezens zijn, want dat zijn we niet. En dat hoeven we ook niet te zijn.